Ja, daar zijn we weer in de regio. Een nieuwe aflevering, een nieuw begin. Ja, u hebt gezien. Allemaal korte fragmentjes waar we allemaal geweest zijn de afgelopen 2-3 jaar. We doen het al een aantal jaren. 2016 is weer begonnen en dat wil zeggen, we gaan weer alle evenementen af en proberen althans naar veel evenementen te gaan. En het eerste evenement is in Veghel. En we staan hier op het Stadhuisplein achter een wagen. Nou ja, dat je denkt van wat moet ik ermee? Ja, dat zie je wel eens op de snelweg voorbij rijden, zoiets. En dan komen er allemaal mannen in pakken uit. En die gaan dan op zich voor de vrouwen niet onaardig om te zien natuurlijk. Maar nee, dit is het 112 Festival. En dat 112 Festival wordt voor het eerst georganiseerd. En we gaan vandaag een kijkje nemen in de regio wat er allemaal gaat gebeuren. Er komen demo's. We gaan met de politie praten, met de brandweer, met de ambulance, Rode Kruis, beveiliging. Wat zie ik hier nou meer staan? De buurttent, wat dat is, gaan we straks ook kijken. Dus ik zou zeggen, er is veel te doen in deze aflevering. Ja, en wie kan er niet ontbreken bij zo'n festival? Dat is natuurlijk de burgemeester in Veghel. Zeker. Mevrouw Adema, het is voor de eerste keer dit keer, hè, het 112 Festival. Ja, we hebben wel eens eerder een open dag gehad, waar dit soort zaken ook wel voor een heel deel te zien waren. Maar dit is echt de eerste keer dat we een 112 Festival hebben. Waarom is het zo belangrijk dat mensen dit, heel veel mensen zijn nieuwsgierig, maar het heeft ook nog natuurlijk een functie, denk ik. Tuurlijk, het is ten eerste heel erg leuk, ook voor mensen van de brandweer en de politie, dat ze kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Hè? En dat is denk ik ook wel goed om voor ons om te zien van wat zij precies doen. Maar je kunt hier ook informatie bijvoorbeeld krijgen. Zometeen wordt de buurttent geopend en dan krijg je... Wat is de buurttent? De buurttent gaat op een aantal plekken in Veghel verschijnen de komende tijden. En daar kan je informatie over preventie in het kader van inbraak krijgen bijvoorbeeld. Dus dat is heel erg nuttig dat mensen ook zelf horen wat zij kunnen doen om te voorkomen bijvoorbeeld. Nu was u vandaag even brandweervrouw burgemeester. En hoe voelde dat? Ja, ik vond het best bijzonder. Ik heb nog nooit zo'n pak aangehad en ik ben ook nog nooit met zo'n uitdruk mee geweest. Dus ik vond het heel erg leuk om dat ook een keer te ervaren. Natuurlijk was dat in scène gezet, dat begrijpt natuurlijk iedereen, maar toch. Ja. En we hebben twee dingen laten zien op dat moment, namelijk iets wat heel erg brandde. Ja, twee dingen die brandden. Eén daarvan was een pan. Ik heb dat eerste met de schuimblusser uitgekregen. Daar laat je ook zien. Mensen denken vaak, oh brand, water. Nou, heel vaak is het niet brand, oh water, maar dan moet je met de schuimblusser komen. Want water kan het soms nog wel versterken. En op het moment dat je een vlam in de pan hebt, want dat was de andere, dan is het gewoon verstandig op het moment dat dat kan, dat er verantwoord uitziet, om gewoon de deksel erop te leggen. Ja. Nou ja, dat zijn twee dingen die je laat zien. Het ziet er natuurlijk wel spectaculair uit, maar aan de andere kant laat je meteen zien hoe te handelen. Handelingsperspectief te geven op het moment dat er zoiets speelt. Ja, nu zei u in het voorwoord dat u hier op het plein stond als brandweerman, vrouw. Dat je 112 belt en dat het eigenlijk heel normaal is dat die mensen komen. Maar eigenlijk dat is toch wel heel erg goed dat dat gebeurt ook. Want die mensen moeten ook inderdaad komen, hè? Dat klopt. Wij hebben allerlei organisaties hier in Nederland. Brandweer en politie, maar ook EHBO, ambulance en dat soort partijen. Ja, je belt 112 en dan komen ze ook daadwerkelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de brandweerorganisatie, dan zijn dat ook nog vrijwilligers hier in Veghel. Mm-hmm. Het zijn echte brandweerprofessionals, maar het zijn wel vrijwilligers. Ze hebben allemaal een andere baan. De politieorganisatie en de EHBO, ja, dat zijn partijen die komen gewoon, of de ambulance. En dat vind ik best heel erg bijzonder. Ja. En ik vind ook dat we met elkaar moeten realiseren dat het bijzonder is. En ook moeten staan voor die mensen en waardering moeten hebben voor deze mensen. Ja. Dat heb ik zeker. En ik ga ervan uit, mensen die hier aanwezig zijn, dat die het ook hebben. En zich ook realiseren wat dat werk eigenlijk inhoudt. En dat het heel erg belangrijk werk is voor ons allemaal.
Mevrouw Vierwinde, het is voor de eerste keer dat dit prachtige evenement gehouden wordt. Ja, dat klopt inderdaad. En waarom eigenlijk? Omdat wij het heel belangrijk vinden dat mensen goed inzicht krijgen in de hulpdiensten die hier vandaag aanwezig zijn. En dat doen we eigenlijk door middel van demo's te laten zien. Maar ook door diverse voertuigen uit te stallen waar mensen plaats kunnen nemen. En voor de kinderen is het natuurlijk ook gewoon een groot vermaak. Wat vinden de mensen daarvan? We hebben voorafgaand aan het evenement veel berichten via Facebook en dergelijke geplaatst. En als we nu tussendoor kijken en de mensen hier op het terrein spreken, horen we alleen maar eigenlijk veel positiviteit. Mensen vinden het echt leuk om een keer in onze keuken te kijken. En inmiddels is burgemeester Adema, heeft de buurttent geopend, mevrouw Adema. Wat is dat precies? De buurttent is een initiatief van BIN. Buurtinformatienetwerk, hè, dat is nu op heel veel plekken in Veghel actief. Mm-hmm. En in combinatie met de politie en de gemeente. En deze buurttent, het gaat natuurlijk niet om die tent, maar het gaat om de informatie die je kunt krijgen in die tent. En in die tent kun je informatie krijgen over woninginbraken, maar vooral van wat moet je nu doen om het te voorkomen. Ja. Daar hebben zij heel veel informatie over en die informatie kun je daar krijgen. Het is de bedoeling dat de komende tijd, als daar aanleiding toe is, maar de eerste keer is al gepland, op het Tijmveld op 26 mei om van 7 tot 8 zal de buurttent gezet worden. Op het moment dat er aanleiding is, zal die tent ergens worden neergezet. Dat is bijvoorbeeld als er inbraken zijn geweest. Mm-hmm. Dan is die buurttent er en dan kunnen mensen horen wat ze moeten doen om het te voorkomen. Ik zeg niet dat je, als je alles echt geweldig doet, dat het nooit bij je wordt ingebroken, maar je kunt het wel een stuk moeilijker maken. Ik moet zeggen, toen ik van het initiatief hoorde, althans ik ben natuurlijk al een tijdje mee bezig, ja, ben ik zelf toch ook maar eens eventjes een bedrijf in Veghel gaan bellen van loop eens door mijn huis en vertel mij eens wat ik moet doen. En kwamen ze dingen tegen nog, dat je dacht van, goh? Nou is het huis waar ik woon gebouwd onder keurmerk. Dus dat wil al wel zeggen dat er ongelooflijk veel aandacht is besteed aan het voorkomen van inbraken. Toch waren er nog een paar dingen die beter konden. Dus dat heb ik ook laten doen. Okay. Ja. Dus heel belangrijk dat ook het BIN en de buurttent in Veghel is. Absoluut. Ik heb ongelooflijk veel waardering voor het BIN. Dat zijn toch allemaal vrijwilligers die dat naast hun gewone bestaan doen. En ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is dat ze dat doen. Maar toch zijn er nog mensen die als ze een verdachte situatie zien niet 112 durven te bellen. Exact. En ik heb ondertussen geleerd dat je dat gewoon wel moet doen. Nou, mensen, u hoort het. Gewoon wel doen, hè, mevrouw Adema? Ja, absoluut. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt ook hier. Ja, en de politie is natuurlijk ook aanwezig. En ik heb altijd al heel graag willen weten, ja, je ziet de politie altijd op de straat. Maar volgens mij lijkt het, nou, eigenlijk helemaal geen fijn beroep. Want je komt allemaal criminelen in aanraking met doden op de grond. En nou, toevallig sta ik hier, niet zo toevallig, naast een politieagent. Uw naam is? Michelle Op het Hoofd. En ja, hoe is het nou eigenlijk om bij de politie te werken? Ja, ontzettend uitdagend. Echt heel divers werk. We moeten altijd maar gaan en we staan voorop. We maken natuurlijk, zoals je ook al zegt, echt wel mindere dingen mee. Reanimaties inderdaad, verkeersongevallen. Ja, wij zijn ook mensen, dus het doet ook iets met ons. Ja. Alleen, ja, dat zijn de minder fijne kanten van het werk. Mevrouw Sletsens, we staan hier in een mobiele unit. Wat is het precies? Het is een kleine communicatieunit. En dat moet je zien als een kleine meldkamer, een mobiele meldkamer, waarmee je heel snel een mobiel verbindingennetwerk kan bewerkstelligen. Ja. En wanneer wordt dit ingezet, zeg maar?
Bijvoorbeeld bij grootschalige incidenten en evenementen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een paaspop, maar ook bij acute hele grote calamiteiten. Wat moet je allemaal kunnen als je bij de politie wil? Je moet op de voorgrond kunnen treden, dus je moet daadkrachtig zijn, je moet voorop gaan staan. Ja, je moet niet bang zijn. Nee. Het is gewoon echt, je moet willen gaan en je moet enthousiast zijn. Ja, je moet er kunnen reanimeren, dat krijg je ook tijdens de opleiding. Maar jij, alles krijg je tijdens de opleiding. En als je nou die opleiding gehad hebt, hè, en je komt dan voor het eerst op straat, is dat dan een beetje, is dat even wennen of... Ja, want je krijgt natuurlijk ineens een pakje aan en je bent natuurlijk ineens een politieagent. Ja. Dus je bent ook een voorbeeld. Ja. Ik weet mijn eerste dienst bijvoorbeeld nog, vond ik echt super spannend. En ik dacht echt, wat gaat er allemaal komen en wat gaat mij het vandaag brengen? Ja. Nu ben ik heel erg een fan van alle politieseries op televisie. Je hebt Moordvrouwen, Flikken, Maastricht, Gent, noem maar op. In hoeverre is de realiteit met het werk wat jullie doen? Ja, het heeft overeenkomsten. Maar wij mogen echt niet zo snel schieten. Zaken worden echt niet zo snel opgelost. Oh. Want ik zou willen dat we het zo snel konden oplossen. Ja. Ja, het heeft overeenkomsten, maar ik wil zeggen dat het is niet de realiteit is. Nee. En als je op straat bent, hè, en had ik net met mevrouw Adema er ook al over. Je ziet iets gebeuren. En dan wordt er eigenlijk van ons als burger verwacht dat wij 112 gaan bellen. Maar er zijn heel veel mensen die dat nog niet durven. Zou jij tegen de mensen thuis misschien kunnen zeggen waarom dat het eigenlijk wel moet? Ja, omdat zo kunnen wij de zaken oplossen. En zo kunnen wij zorgen dat wij op tijd ergens zijn. Mensen wachten vaak, hè, bellen een dag later van dingen die ze gezien hebben. Terwijl dat wij op dat moment hebben wij die informatie nodig. Ja, dus gewoon doen, ook al is het nep, of is het niet echt, zeg maar, wat er gebeurt. Ook al denk je van, ja, hè, ik zal niet bellen of het zal wel niks zijn. Ja. Bellen. Wij komen liever zelf een keer te veel kijken en dat we het gezien hebben, als dat we te laat zijn en dat we er eigenlijk niks meer mee kunnen. Als er nu mensen thuis, jongeren vooral, zitten te kijken en die denken van, goh, dat wil ik ook bij de politie. Je hebt al gezegd wat je ongeveer moet doen. Waar kunnen ze zich dan melden? Want je hebt ook vrijwillige politie ook nog, hè? Ja, daar hebben ze ook inderdaad. Waar je je aan kunt melden voor de sollicitatie is www.kombijdepolitie.nl. En daar kun je alle informatie vinden. Ja, maar ook vooral wat je moet doen, wat je moet kunnen, wat je niveau moet zijn, welke opleiding je moet hebben gehad. Ja, daar kun je echt alles op vinden. Martijn Jans, bevelvoerder van de brandweer. Ja, jullie zijn ook niet weg te denken als er gevaar dreigt. En ik vroeg net aan de politie hoe het is om een politieman-vrouw te zijn. Hoe is het om als brandweerman-vrouw te zijn?
Ja goed, het is en blijft een hobby van me. Een hobby en passie ook. En dat moet het ook zijn, want anders is de belasting te groot. Want er wordt nogal wat van je gevraagd. Niet alleen qua incidenten die je meemaakt, maar ook qua tijd die je eraan moet besteden. Maar ja, het is mijn grote hobby, dus ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja. Er zijn heel veel vrijwillige brandweermensen, maar ook beroepsbrandweermensen. Stel dat er nu mensen zijn die denken van, goh, het lijkt me ook wel best leuk om bij de brandweer te gaan. Moet je daar nog iets voor, een opleiding voor doen? Of moet je gezond zijn? Ja, noem maar op. Wat moet je ervoor kunnen? Nou, je kan je aanmelden bij de regionale brandweer. Voor welke functie, of het dan voor een vrijwilligersfunctie is of voor een beroepsfunctie. Dan zal je eerst gekeurd, medisch gekeurd moeten worden. En daar hoort ook een conditietest bij. En een onderzoek door een arts naar je fysieke gesteldheid. Als je goedgekeurd wordt, dan moet je nog door een sollicitatiecommissie. Of je geschikt bent voor de functie. Het kan zijn dat er ook gevraagd wordt om een aantal tests af te leggen. Om te kijken of je geschikt bent. En dan vervolgt er een opleiding. Dat is een opleiding die is voor alle beginnende brandweerlieden hetzelfde. Het duurt 2 jaar. En dan word je opgeleid voor een gedeelte brandhulpverlening en een gedeelte hulpverlening bij ongevallen. Daarvoor word je opgeleid en na 2 jaar zou je dan pas achter in het voertuig mee op de uitruk kunnen. En zo zijn er nog veel meer dingen te zien op het 1 en 2 festival. Hiernaast me sta ik langs Peer. Ja, want jullie staan hier ook voor mensen te helpen, toch? Ja, nu vandaag niet, maar normaal gesproken. En trouwens, want... En. Ja, nee, grappig, want... als EHBO-vereniging in Veghel zijn wij heel erg vaak op evenementen te zien. En vandaag werden we gevraagd om hier ook aanwezig te zijn, maar tegelijkertijd ook actief als EHBO. Om rond te lopen en eventueel hulp te verlenen. Ja. Maar ja, het is wel grappig, want nu heb je natuurlijk, als er iets gebeurt, dan zie je achter mij vliegelijk 20 hulpverleners op af. Want als je hier iets overkomt, dan word je wel zo snel geholpen. In de watten gelegd. Precies, precies. Ja. Maar goed, dat is ook normaal gesproken ons werk om dat te doen. Dus. Hebben jullie voldoende mensen? We hebben rond de 120 leden als vereniging. Dus vrij een mooi, fors aantal. Maar over het algemeen is het zo, maar dat is een beetje een landelijke tendens, dat 10-15% zich ongeveer inzet voor evenementen. En wij merken nu dat, omdat we erg veel evenementen draaien, dat je wel heel veel beroep moet doen eigenlijk op dezelfde mensen. Dus wij proberen wel het aantal wat te verhogen binnen onze eigen vereniging. En, ja, want... zo'n evenement draagt daar wel toe bij dat ze het heel erg leuk gaan vinden. Ja, want komen er nou ook nog nieuwe aanmeldingen op zo'n dag? Ja, we hebben nu alweer mensen die zeggen van ik wil de opleiding wel volgen. Nou, die duurt dan 12 lesavonden en dat wordt afgesloten met een examen. Heel erg belangrijk natuurlijk, want alle deelnemers die wij inzetten, vrijwilligers voor evenementen, zijn gediplomeerde EHBO'ers. Ja. Dat heeft ook met verzekeringen zo te maken. Maar wat, dan kun je overal, kun je iemand reanimeren, kun je alles doen? De hele cursus is verbandleer en reanimatie, AED. Dus dan kun je ook de AED's gebruiken en hanteren. En je kunt iemand zoals nu ook verbinden. Dus. En als mensen geïnteresseerd zijn, hebben jullie een website? We hebben een website, www.ehbovechel.nl. Ja, makkelijker kan het niet. Nee, daar kun je alle informatie vinden. En wat wij nu als laatste wel heel erg leuk vinden, is dat we in nauwe samenwerking met het Rode Kruis en uiteraard ook onze EHBO-vereniging, collega's van Sint-Oedenhoorn en Schijndel, straks voor mijn reisstad natuurlijk, nauw samenwerken om te kijken, nou kunnen we nog niet veel meer uitwisselen. Want vanaf het moment dat ik hier voorzitter ben geworden, dacht ik, je moet samenwerken. Ik bedoel, je moet over de schuttingen heen kijken en zeggen, ja, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En dat is nu veel belangrijker dan 10 jaar geleden waarschijnlijk. Maar dat is mijn streef altijd geweest. Nou, er valt nog veel meer over te vertellen. En ik denk niet dat dit de enige keer blijft, denk ik. Want het is best heel druk bezocht, toch? Ja, nee, het is hartstikke leuk. Het is jammer van die regenbui, maar we zijn heel goed begonnen. En
ik denk die oefeningen zijn ook heel erg leuk om te zien. Dus nee, het wordt een spectaculaire dag. Spectaculaire dag. Wij gaan in ieder geval afscheid nemen. Volgende week zijn we er weer. En dan zijn wij bij speelboerderij Hully voor de derde keer alweer. En Hully Henk heeft voor ons weer iets leuks in petto. Wat? Dat zien we volgende week. En voor dit betreft, u kunt natuurlijk al deze instanties die u vandaag gezien heeft, kunt u gewoon naar de websites van de politie, van de brandweer, van de EHBO, het Rode Kruis. Ja, niet iedereen is aan bod gekomen. Dat gaat helaas niet in zo'n korte tijd, maar dat doen we de volgende keer wel, denk ik. Hè? Toch, Peer? Zeker weten, dankjewel. Zo is het. Voor mij betreft, tot volgende week.